Gisteren was het eigenlijk echt zo van uh, een koers gereden. En uh, als je dan niet wint, dan, dan voel je de vermoeidheid pas. Ja, kapot. Een koers die je verliest, uh, die kan je verliezen omdat iemand anders sterker is. Hoe heb je deze koers verloren? Ja, de tijd was te kort. Ofwel gaf hem nog een paar dagen en er stond een ploeg. Maar de deadline voor de licentie verstreek: en zo is er niets. Het is niet zo, dus uh, voorbij. Het plan was slim nadat de Chinese ploeg Champion System ermee ophield. Een eigen ploeg voor 12 werkloze renners. Een plan gebaseerd op minimale middelen en bescheiden salarissen. Het budget van 6 ton had Traxel bijna rond. Uh, nu moet ik inderdaad eventjes in plaats van over die 12 renners uh, die ik eigenlijk een beetje wilde redden. En ook nog verzorgers, Dus je betaalt, toch, je denkt toch snel aan 16, 17, 18 mensen. Ja, nu moet ik even snel uh, gaan schakelen en ook weer uh, aan mijn eigen carrière uh, gaan denken. Door de zaken kwam de fiets, de keuken niet uit. Maar dat kan nu weer. Alleen de ploeg nog. Al wordt ook dat een moeilijk verhaal. Bobby Traxel, in de strenge winter van 2010 winnaar van Kuurne Brussel, -Kuhne, wil hoe dan ook door met wielrennen. Nou, ik denk dat we wel moeten vanuitgaan dat het continentaal niveau gaat zijn. Natuurlijk is het moeilijk. Er zijn niet veel plekjes meer. Hè. We zitten bijna in december. Dus uh, het, is, uh, het gaat zeker moeilijk zijn. Uh... Het voordeel bij mij is, ik hoef niet aan een ploeg uit te leggen wat ik wel of wat ik niet kan. Maar uh, dan nog, uh, er zijn weinig plekjes en uh, die paar kleine plekjes moet je proberen in te kunnen vullen.